Deze beelden zijn gemaakt op carnavalszondag 15 februari bij een café in Oosterwijk aan de Gemullenhoekenweg. Let op de jongen rechts onder in beeld. Dit is één van de twee mannen die we zoeken. Zonder een duidelijke aanleiding haalt hij ineens hard uit naar een andere cafébezoeker. Die krijgt niet alleen klappen, maar wordt zelfs met iets in zijn nek gestoken. En dit is het gevolg. In het ziekenhuis blijkt dat hij enorm veel geluk heeft gehad dat zijn halsslagader niet is geraakt. Heeft u een vermoeden wie deze man is, laat het dan weten. En dit is de tweede man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling. Wie zijn deze twee? Bel 0800 60 70.